Welkom terug bij Glitchen voor Dummies deel, weet ik veel, zoveel. Yo, gasten, welkom terug. Mijn naam is Daddy Cool en vandaag gaan we het hebben over targeting mode en wat we daarmee kunnen. En vooral een heel leuk trucje heb ik voor jullie straks nog. Oké, dus blijf kijken, ook als je weet hoe targeting mode werkt. Targeting mode kun je alleen instellen in story mode of creator. Daar zet je je settings op free aim. Normaal gesproken staat hij in assistant aim, maar als jij hem in free aim zet, heb je de grootste kans dat je iemand kan joinen die niet in free aim zit, dus in een andere targeting mode. Oké, dus we nemen targeting mode of free aim en we gaan even online. Oké, nou dat gaat snel, hier zijn we al online. Je ziet het hier, ik sta hier bij een job maken. Want wat gaan we doen? Want we gaan namelijk job teleport doen. En dat job teleport, dat doe je door behulp van een andere targeting mode. Let op jongens, niet gelijk wegzappen. Ik heb nog een hele goede leuke truc voor jullie. Oké, job teleport. Sommigen van jullie kennen het al, maar sommigen ook nog niet. Dat doe je door het volgende. Je selecteert gewoon een job en die ga je joinen. En als je die aan het joinen bent, dan join je iemand weer vervolgens in een andere targeting mode. Oké, ik ga het jullie zo stap voor stap uitleggen. Sommige mensen zien geen jobs op de map. Nou, dat heeft hiermee te maken. Ga naar je interactiemenu, ga naar je hide opties. En daar zet je je jobs op custom en dan op show. Dus ze moeten allemaal op show staan. En dan heb je al die blauwe jobmarkers op de map staan. Witte werken ook. Dat zijn je eigen gecreëerde dingen. Maar wit werkt en blauw werkt ook. Oké, we gaan er gewoon even eentje doen. We hebben hier een blauwe job. Die starten we vanaf de map door op PlayStation op vierkantje te klikken. De start job doe je door middel van het vierkantje. En dan accepteer je dat je de job wil starten. Vervolgens ga je helemaal richting de job. Dus het gaat helemaal die kant uit. En nu gaan we iemand joinen in een andere targeting mode. Nou, deze methode is solo. En die noem ik solo omdat we geen vriend hebben die gaan joinen. Maar we gaan gewoon iemand joinen vanuit de community. Maar een groot gevaar is dat diegene in dezelfde targeting mode zit. En dat zie je niet. En dit is hier komt zo dadelijk de truc. We gaan als eerste naar communities. En dan joinen we de uiteraard Daddy Cool NL community. Die gaan we joinen. Er zijn altijd ruim 100 gasten aan het spelen. Dus grote kans dat er iemand aan het spelen is. Je ziet het hier zo. En we scrollen even kijken. We pakken gewoon even een random iemand. Fly Happy Face. Nou, blij gezicht. Dus daar worden we vast blij van. Die gaan wij joinen. Dus we gaan zo dadelijk op Join Sessie klikken. Dan komen we terug hier zo in de game. En dan krijgen we de melding, wil je een andere sessie joinen? Nou, dat klopt. Dat ga je altijd krijgen, deze melding. Maar in plaats van dat we hem gaan accepteren of cancelen, gaan we nu dubbelklikken op de PlayStation knop van de controller. Dus dubbelklik, dan kom je weer terug in de communities. En dan join je dezelfde persoon nog een keer. Dus je klikt weer op Join Sessie. En als je dan deze melding krijgt, wil je een andere sessie joinen? Dus als je twee keer dus deze melding krijgt, dan weet je dat hij in dezelfde targeting mode zit. Ik zal het nog een keer doen. Dubbelklik op de PlayStation knop. En dan ga ik weer Join Sessie klikken. En als hij nu weer zegt, ja, hij zegt het weer, join een andere sessie. Dan weet je dat hij in dezelfde targeting mode zit. Oké, nou, die gaan we dus niet accepteren. Cancel hem even, druk hem even weg. Gaan we iemand anders joinen vanuit de community. Laten we nu voor deze keer Jason eens een keertje pakken. Oké, dus we klikken op Join Sessie bij Jason en dan krijgen we als het eerste uiteraard weer die Join Different Sessie. Nou, die accepteren we niet, cancelen we niet. Dubbelklikken op de PlayStation knop, controller klikken nog een keer op Join Sessie. Oké, nog een keertje. En nu krijgen we wel de Different Targeting Mode. Oké, nu weten we dat Jason in een andere targeting mode zit. Op het moment dat ik dit zie, dan weet ik dat ik goed ben. Dan hoef ik alleen maar op nee te drukken, op cancel, dus op rondje. En dan heb ik, dan sta ik op de plek van bestemming. Ja, lachen man. Hey, zo weet je dus altijd of iemand in een andere targeting mode zit. Dus als hij blijft roepen, join a different sessie, dan zit hij niet goed. Dan zit hij namelijk in dezelfde targeting mode. Maar als hij na de tweede keer roept, wil je een andere targeting mode joinen? Nou, dan kan je op dat berichtje cancelen. En dan sta je op de plek van de bestemming. Vet gasten. Hey, zo komt het dus nooit meer voor dat je de sessie verlaat. Dus dat gaat nooit meer gebeuren dat je nu in één keer per ongeluk toch dezelfde targeting mode joint. Hey, dit gaat goed man. Het gaat sneller als met het openbaar vervoer zeg ik. En een stuk goedkoper. Ik zeg Daddy Cool signing out. Happy teleporting. Yo.